hoeft niet doodstil te blijven zitten, toch? Dat zie je wel. Ook de neiging onder druk om bekken te aantrekken en zo. Het idee dat ik in de gaten ga houden. Zullen we maar overgaan tot onthulling? Oké. Okay. Dan gaan we naar de eerste doek. Wow, ongelooflijk. Het is heel gek. Welk doek ga jij niet meenemen? Ik kan dat niet hoor. Ik vind het echt zo moeilijk. Met zijn tomeloze energie, jongensachtige flair en brede interesses is mijn gast van vanavond een van de populairste presentatoren van de Nederlandse televisie. Matthijs van Nieuwkerk. Hij domineert al 14 jaar de vooravond met zijn succesvolle televisieprogramma De Wereld Draait Door. Maar welke offers moet je brengen om zo lang toonaangevend te zijn op het gebied van politiek, maatschappij en cultuur? Drie zeer uiteenlopende kunstenaars met heel veel ervaring zullen Matthijs vandaag op het doek zetten. Anne-Jole Jacobs uit Rotterdam maakt een combinatie van een portret en een verhalende achtergrond. Haar werk krijgt daardoor een eigen tijdse uitstraling. Ik noem het moderne pop art. Ik teken portretten in de computer met een digitale pen. En ik verzamel allerlei beelden, tekst en foto's over de persoon die ik portretteer. Dus ik probeer het verhaal te vertellen van de persoon. En dan print ik vervolgens die achtergrond op doek, op canvas. En dan teken en schilder ik een portret met acrylverf. Dus het is mixed media. Matthijs. Huis. Wat goed je weer te zien. Dat is wederzijds. En wat leuk dat je meedoet. Ja, met plezier. Het is niet helemaal je eerste keer, hè? Ik heb de laatste keer van Hanneke Groenteman gepresenteerd als verrassing. Ja. Zij dacht dat ik geschilderd zou worden. En ik zat in het complot en ik zei op het moment dat ik moest gaan zitten tegen haar, nee, jij gaat zitten. En wat verwacht je ervan? Want je hebt het al meegemaakt van ik heb al vaak gekeken. Ja. Ja, geen idee. Ik maak me natuurlijk het meest zorgen over de onthulling. Ja, waarom? Omdat je dan je woorden zo zorgvuldig moet zoeken. Ja, ben je bang om mensen te kwetsen dan? Ja, dat ga ik sowieso niet doen. Je blijft dan heel diplomatiek. Zeker. Ja? Dat is goed nieuws voor onze schilders. Dus ook voor onze tweede kunstenaar, Mieke Robbe uit Breda. Ze hebben altijd het karakter van haar model vangen. De twinkeling in de ogen, de groeven in de huid. Ze stopt niet voor het portret helemaal klopt. Het mogen lijnen zijn, het mogen rimpels zijn, maar het mag ook een bepaalde uitdrukking zijn. Iemand die bijvoorbeeld heel erg in zichzelf gekeerd is en op die manier heel mooi kan kijken, vind ik ook een feest om te schilderen. Als je, naar mijn smaak, als je een gezicht of een schilderij helemaal fotografisch schildert, vind ik het minder interessant dan dat je het proces van het schilderen ziet. En dat is een kwestie van smaak. Hoe zou je iets geportretteerd willen worden? Gelijkend. Realistisch. Nou, dat het lijkt. Dat lijkt een hele stomme opmerking, maar ik heb wel best wel afleveringen gezien waarvan ik dacht, ik zou niet weten wie dat is. En dat was het André vandaan. We gaan het meemaken. Oké. Ja? Okay. Loop je mee? Ja, ik loop mee. Okay. Onze schilders weten nog niet wie ze gaan portretteren. Dat geldt ook voor de derde kunstenaar, Erno Paulusma. Hij woont in Spanje en is speciaal voor ons programma overgekomen in zijn camper, die de komende weken tevens zijn atelier zal zijn. Nou, ik hoop niet op een speciaal type. Ik hoop niet dat het iemand is met een, ik zou maar zeggen, een blote billengezicht. Hoewel dat misschien ook juist wel heel spannend en interessant is. En ik hoop dat het een beetje iemand is waar ik sympathie mee heb. Maar als ik iemand niet mag of niet sympathiek vind, dan is het misschien ook alweer een uitdaging om dan juist dat er neer te zetten. Misschien een soort karakter wat ik dan misschien niet zo prettig vind. Maar ja, dan wordt hij natuurlijk toch niet gekozen. Dat weet ik nu al. Matthijs, voordat we echte kunstenaars gaan ontmoeten, wil ik hun de gelegenheid geven om te gokken om wie het mogelijk zou kunnen gaan. Oké. En dat kun je allemaal live volgen. Dus ik kan een teleurstelling zijn? Ja, ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, ja, ik hoef niet die vervelende Matthijs van Nieuwkerk, die is al elke avond op tv. Dat kunnen ze inderdaad. Dat maakt dat ik wegkom. Ja, nou goed, ik laat aan jou. Dat mag ik toch? Dat mag. Maar jij kan allemaal meeluisteren. Dus je kan via het speakertje horen wat zij zeggen en wat voor type gasten. Dus ik blijf even hier? Ja, dus als je even hier wil zitten, alright, dan ga ik naar de gasten binnen. Ja. En dan ga ik even kijken naar de kunstenaars, ga ik kijken wat zij... Vergeet je me niet? Nee, kom je zo op, hè? Het is een beetje koud. Ja. Tot straks, Matthijs. Ja.
Lieve kunstenaars, we staan hier in Café de Hip in Deventer. Mieke, heb je enig idee om wie het gaat? Ik heb drie namen. Ja? En dan zal het wel iemand anders zijn. Nou, noem die namen eens. Hans Dakelet. Ja. Rob de Kaai. Rob de Kaai, ja. En Victor Brands. Je hebt gewoon echt gekeken naar wie komt bij Deventer. BN'ers. Ja, ja. BN'ers. Ja. Zou je het leuk vinden als het bijvoorbeeld Dakelet is? Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja, waarom? Leuke kop. Dus voor jou is een hoofd met veel expressie erg belangrijk? Dat vind ik wel leuk. Die kan ook jonge vrouwen heel mooi maken. Mm-hmm. Maar vind ik wel uitdagend. Ja, ik vind een mooi hoofd. Ik hou ook wel van een geleefd hoofd. Ja. Maar als het glad is, want ik schilder ook de kleindochter. En zij is nog wel heel glad, hoewel ik heb er geschilderd met gigantische wallen. Want die had ze een beetje, maar ik heb het overdreven. Dat vind ik wel mooi om het even soms iets aan te zetten. Om net iets over het realisme heen te gaan, vind ik soms ook wel mooi. Ja, ja, een mooi hoofd. Anne-Jole, heb jij een idee van wie het zou kunnen zijn? Nee, ik heb ook niet gegoogeld op Deventer of zo, maar ik heb wel het gevoel dat het een man is. Mm-hmm. En ik hoop dat het Max Verstappen is, dat leek me wel leuk. Maar ik denk, als ik zo in deze locatie kijk, zie ik allerlei muzikantenposters, dat het misschien wel Barry Hay zou kunnen zijn. Zal ik jullie niet langer in spanning laten en gewoon vragen of de gast erbij komt? Ja, graag. Oké. Okay. Gast, zou je willen komen? Spannend, hè? Spannend. En nu gaat het zo. Ah, dat heb ik nog wel gedacht. Nou. Want je komt in Alm, vlakbij. Matthijs. Hi. Dat had ik nou helemaal niet verwacht. Matthijs. Hallo. Hallo. Matthijs. Jeetje. Nou, ja, kom maar doen. Dan word ik even stil. Leuk. Zijn jullie blij? Ja, is leuk. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ja, nou nog. Ja. Okay. Ik heb een mooi hoofd ook. Ja. Dus, en je haar is leuk. Ja, ga je dat goed schilderen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Matthijs, jij mag plaatsnemen op die stoel. Ja. Ik hoef niet doodstil te blijven zitten, toch? Ongeveer wel. Ongeveer wel? Ja. Dat zal moeilijk worden. Ja. Maar ik zal het proberen. Ja. Matthijs, je zit een beetje schuin of zit dat nou verkeerd? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, zeg maar, probeer zitten dat je lang vol kunt houden. Ja, voor je rug ook misschien, dat je wat steun voor jezelf hebt. Mag het niet, ja. Ja, dat weet jij misschien beter. Dank je voor de zorg. Ik zou graag van tevoren een foto maken met mijn mobiel. Heb je slechte ogen? Ja, mijn linkeroog zit een blinde vlek. Was jij degene die je kleindochter hele grote ballen gaf? Ja. Ja, dat... ga je dat bij mij ook doen? Nou, nee, bij jou heb ik niet direct wallen nodig. Heb je zelf enig idee van, als je zelf een opdracht zou geven, hoe je graag geportretteerd zou willen worden? Heb je daar wensen bij of ideeën? Gelijkend. En heb je voorkeur voor bepaalde kleuren? Voor bepaalde kleuren? Ja? Nee, eigenlijk niet. Nee? Jij wel? Ja. Wat is jouw voorkeur? Geel. Geel? Warme kleuren, ook rood, oranje, roze. Geel, ja, geel. Kijk, het tasje, geel. Ja, nee, ik weet wat geel is. Maar... Ja, daar word ik heel blij van. Ja, nee, ik ben benieuwd. Geel, dat hoor je niet vaak zien, hè? Lievelingkleur geel. Ja. Heb je zin in? Nou, ik heb er wel zin in. Ja. Je hebt het kleinste doekje. Ja, maar dat komt bij wonen in een camper. Want we wonen eigenlijk in Spanje. Puur praktisch. Ja, maar het is misschien ook wel praktisch ophangen in de woonkamer, als het mocht het gekozen worden. Maar... Nou, ik zit te denken, hang je een portret van jezelf in je eigen woonkamer? Ik wel. Ja, ja. Ik twijfel. We zijn hier in Café de Hip in Deventer. Klopt. Waarom heb je voor deze plek gekozen? Omdat ik voorzitter ben. Ik heb iets met dit café te maken. Ja. Ik ben voorzitter van de Stichting de Hip. Mm-hmm. En daar ben ik voor gevraagd om de culturele activiteiten in dit café, veel muziek, maar ook literatuur, verzin het maar eigenlijk, om daar misschien een beetje vaart aan te geven. En dat vond ik leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ik ben hier regelmatig. En... Het gekke is, aan jou kleeft dan het imago dat je een rasechte Amsterdammer bent, in de zin van dat je dagelijks rondloopt op de grachtengordel en noem maar op, maar je woont hier ook al een tijd, toch? Ja, ik woon hier 12 jaar. Ja. Met plezier? Met plezier, ja zeker. Ik woon gewoon op het platteland in een boerderij. Zou je het liefst altijd hier wonen?
Nou, ik denk dat ik uiteindelijk... Kijk, ik werk nu nog. En voorlopig nog wel. Dan verdeel ik mijn tijd tussen Amsterdam en de Achterhoek. Maar ik ben eigenlijk, als ik vrij ben, zoals nu... Als ik geen seizoen heb van De Wereld Draait Door of in het weekend... Ben ik altijd hier. Ja. Dus dit is mijn huis eigenlijk, ja. En wat deed jou besluiten om Amsterdam te... Nou, ik wil niet zeggen ontvluchten... Maar in elk geval zocht je ook nog een ander plekje? Populariteit eigenlijk. De populariteit van ons programma werd groot en ik werd dus ook bekend. En dat is helemaal niet erg, integendeel. Alleen in Amsterdam is het druk en op een gegeven moment werd het me iets te druk en kreeg ik ook iets te veel schouderduwtjes op straat, zodat ik me zeg, hey, weet je het wel? Ja? Ja, en toen dacht ik, weet je wat, misschien heb ik rust nodig. En ik had helemaal geen idee of ik er überhaupt wel aanleg voor had, of ik er tegen kon. Dus een heel klein boerderijtje gekocht. En eerst maar eens kijken of we daar kunnen wakker worden en of je niet de doos bang bent s'nachts of dat je gek wordt van de stilte. Maar ik ben het ontzettend, ik heb het daar ontzettend fijn. Ja. Ja. Betekent dat ook iets in de privé sfeer qua vriendschappen bijvoorbeeld? Heeft dat ook nog invloed daarop gehad? Nou, als je verhuist naar de Achterhoek, dan ben je dus veel minder in Amsterdam, ook in de weekenden. En dat waren natuurlijk bij uitstek de gelegenheden waarin je met elkaar ging eten, met vrienden bijvoorbeeld. Ja. Of dat je met z'n allen naar Ajax ging, hè? Omdat je een seizoenkaart had met een groep mensen. Ja, dat gaf ik op. Dat gaf ik op. Ik heb hier in Alma ook weer hele nieuwe vriendschappen opgebouwd. Ja. Ik heb nieuwe mensen leren kennen. We hebben nieuwe mensen leren kennen. Dit zijn vrienden geworden, daar tennis je mee, daar spreek je mee af, drink je biertjes mee. Dus er is een ander sociaal leven voor in de plaats gekomen. Maar en als je hard moet werken, als ik werk aan De Wereld Draait Door, dan, ja, dan heb ik nergens tijd voor. Eigenlijk, want ik ga vroeg naar bed. Ik moet vaak lezen, films zien. Nou ja, goed, er is altijd veel voorwerk te doen. Dan ben ik eigenlijk bijna als een kluizenaar. Zijn er wel eens momenten geweest dat je dacht, ik trek dit even niet meer fysiek of mentaal? Jazeker. Ik ben een keer half ingestort tijdens een uitzending. Ja. Ik ben met gillende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. Was het die uitzending dat Jan Mulder toen de autocue was? Jan Mulder heeft mij vervangen. Ja. Ik dacht eerst nog, ik, idiote situatie. Dus ik heb een soort van hyperventilatie kreeg ik. Dus ik zat al aan me, dan probeer je iets aan je hart te masseren. Ik weet niet wat je doet eigenlijk, het is natuurlijk een reflex. Dat zag er, ik heb het teruggezien, het zag er verschrikkelijk uit. En op een gegeven moment voel ik krijg geen adem meer. Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Maar dat was het niet. Maar toen heb ik tegen Jan gezegd, Jan, even, zo, ik kan helemaal niet meer praten. Jan begreep meteen wat er aan de hand was. Ik ga weg. Ik denk, ik moet even frisse lucht. Ik ga even naar buiten. Dan kom ik weer naar binnen. Dan is die rubriek af en dan neem ik het weer over. Dat heb ik ook gedaan. Ik kwam gewoon terug, maar ik kon gewoon echt niet meer. Ik was helemaal op. Ik was helemaal op. De dokter zei ook, u bent helemaal op. Aan het gewoon hard gewerkt. Te hard gewerkt en misschien ook het toch de bond gemaakt. Dat is gewoon een harde les. En sindsdien leef ik inderdaad nog ietsjes. Maar daar beklaag ik me niet. Ik vind het ook niet saai of zo hoor. Ik vind het, ik vind de opwinding van televisie maken, is het dat allemaal wel waard? Ik vind dat ik heel apart werk heb, eerlijk gezegd. Ja, dat is een understatement. Je hebt heel apart werk. Ja, apart werk. Het is een apart werk. Het is wel apart werk. Ja. Het is ook altijd up-tempo leven. Ja, een beetje. Nou ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dat kan overigens ook liggend in bed, het tempo leven. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. En tegelijkertijd, als je hier bent, in het oosten, ja, dan zul je ook wel heel veel. Je doet ook heel veel dingen als je hier bent, de andere programma's ook en zo. Maar het is niet dat ritme, het is een andere cadans. Nee, helemaal. Als ik de IJssel overkom, bijna fysiek. Hè? Dus de A1, die jij ook rijdt als je naar huis gaat vanuit Amsterdam. Dan voel ik bijna fysiek dat alsof er een ventieltje in je hoofd is. Rust. Maar staat er ook heel veel druk? Ja, heel veel druk. Heel veel druk. Ja, er staat druk. Maar er is geen ventiel in je hoofd, dus je moet iets zoeken. Omdat, begrijp je? Ja, en dat is, in mijn geval heb ik raakgeschoten met een boerderij. In the middle of nowhere. Wie is dit? Who knows? Dat is slecht nieuws, heus. Lijkt het heus?
Het lijkt op iemand die ik ken, maar jij bent er niet. Nee. Zelfs een neus niet. Het is een hele leuke neus. Een leuke neus? Ja. Wat maakt zijn neus zo leuk? Dit gaat een beetje omhoog. Van die hele vlakke, ja, een beetje scherp. Een scherpe neus. Want kijk eens alsjeblieft die kant even op. Ja, moet je kijken. Ja. Ja. Heb je iets met neuzen? Ja. Nou, hoe groter, hoe meer dat op de schilder is. Je weet je totaal geen raadneus. Ja, dit is iemand met een fascinatie voor neuzen. Ja, dat is zeker. Ja. Lijkt het dus? Nou ja, je moet nooit prematuur en zeker niet in dit stadium gaan zeggen of iemand wel of niet lijkt. Maar hij lijkt niet. Nee, je bent het niet hoor. Je ziet wel. Ik ben ook blij dat je dit niet bent. Dat ben ik zelf. Oh, jongens. Ja, ik vind gewoon zijn hoofd, ik vind hem een mooi hoofd. Hij heeft een neus en dat is niet een alledaagse neus. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dit gaat goed komen. Ja, maar hij heeft gewoon ook een goed hoofd. Dus dat is het, ja. Het is dus door God gegeven. Ik ben benieuwd, man. Ja. Ik kan ook zo even lachen. Een mooie lach. Heeft hij een mooie lach? Ja, maar die ga ik niet schilderen, denk ik. Ik ga hem wel een beetje serieus. Ernstig? Ja, maar wel met een twinkslag. Inderdaad, een soort met een stoute blik. Een stoute blik? Ja. Ja. Thijs, je hebt de televisiegeschiedenis geschreven met De Wereld Draait Door. Daar ben je het wel mee eens, toch? Grote woorden. Nou ja, grote woorden. Het mag er zijn. Ja. Ja. Zeker als je weer naar het laatste seizoen gaat kijken, ja. Van voor de zomer. Steady, 1,5 miljoen mensen die keken naar het programma. En dan is er toch ook weer heel veel negativiteit als het gaat over DDD. Terwijl daarvoor altijd het programma werd geprezen vanwege de nieuwe dingen die we hadden gedaan. Waar is de negativiteit? Jouw persoon, jouw verdiensten, we komen toch altijd weer terug. Mm-hmm. En wordt heel erg op de man gespeeld. Mm-hmm. En dat overschaduwt ook een beetje het programma, heb ik het idee. Mijn salaris, ja, dat is natuurlijk een achtergrondmuziek waar ik al heel lang mee leef. He, dat het om te beginnen bekend is. Ja. He, dus dat je weet wat ik verdien. Dat is prima. Zo hebben we het georganiseerd. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Het is voor een deel publiek geld. Ik ben wel verbaasd over de felheid waarmee het soms gaat. En die wordt feller. Er zijn sommige mensen die nemen het voor mij op. En dan wordt het vuurtje weer opgepookt. Ja. Zo'n hartekreet van alsjeblieft, die man, die unieke man, anders gaat hij weg. Hè? Dat vind ik allemaal niet. Ik vind het allemaal niet. Ik vind niet dat ik zo'n unieke man ben. Ik weet ook niet of ik wegga. Ik begrijp het allemaal niet. Dat is toch geen valse bescheidenheid? Wat? Je begrijpt toch wel dat je een unieke man bent voor de NPO? Het vlaggenschip van de omroep is toch uiteindelijk DWDD? Weet ik ook niet heus. Echt niet? Nee, weet ik niet. Zo'n intelligente man als jij, ja. Die alles in de gaten houdt, weet dat niet? Een zwarte vlek ergens? Nou ja... Ik niet, volgens mij. Volgens mij is DWDD. Daarom zeg ik je ook, ik ben over dat salaris nooit verlegen geweest. Ja. Dus ik verdiende meer dan anderen. Ja. Ja. In elke bedrijfstak, als je een scorende spits bent, of je werkt harder, of je bent er veel vaker, of je hebt iets meer succes, dan verdien je ook weer beter. Dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, zou je kunnen zeggen. En ik vraag me af, wil je dan nog wel in zo'n omgeving werken? Ja, die vraag moet je dan stellen. En jij hebt nu heel veel tijd hier in het oosten. Klopt. Je hebt heel lang nagedacht, de hele zomer. Ja. En er kwamen geen conclusies uit. Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet? Dat weet ik nu nog niet. Stel, jij maakt die keuze nu wel om naar RTL of de SBS6 of naar Zender X te gaan. Dan gaan ze zeggen, zie je wel, hij gaat gewoon voor het geld, gaan ze dan zeggen. Mm-hmm. Geld speelt dan ook zeker een rol. Dat is toch niet zo gek? Jawel, dat snap ik wel, dat is zeker niet gek. Nee. Alleen ze gaan zeggen van, zie je wel, nu hij wordt gekort, gaat hij weg. Ja. Terwijl je al die tijd datzelfde geld ook had kunnen verdienen daar. Ja. En toen ben je wel gebleven. Klopt. Waarom zeg jij daar niks over? Waarom zeg je niet, jongens, hier heb ik wel over mijn salaris, maar ik kon 5 jaar geleden al 4 keer zoveel verdienen daar. Ja, maar ik ga toch niet... op een of andere manier een sneuwe indruk wekken. Omdat ik zo... Is dat sneu? Weer een tik op mijn schouder. Hey, weer een blauwe plek. Zit weer in. Maar je wordt toch niet altijd ver aangevallen? Helemaal niet. Dat doet toch iets met je? Ja, maar daar krijg je ook een olifant uit van. Ja? Ja. Het raakt je niet meer? Ik lees het. Soms raakt het me. Ik slaap er geen nacht minder op.
Nee, dat is weer een ander uiterste. Maar het is toch soms kwetsend, misschien zelfs een beetje vernederend, hoe mensen over jou spreken. Ja. Terwijl je gewoon een verdomd goed programma maakt. Ja, dat klopt. Dat wordt ook niet zo vaak ter discussie gesteld. Het gaat meer om het geld dat je verdient. En dat je meent dat je daar recht op hebt. Of waarom moet jij zoveel geld verdienen? Ja. Nou ja, goed. Ik leg dan uit dat ik vind dat ik met de inzet die ik heb, hè, bij De Wereld Draait Door, het volume van het aantal uitzendingen, dat heb je net uitgelegd, denk ik, nou oké, dan daar hoort ook een hogere beloning voor dan, ja, dan gemiddeld. Dat hoort daarbij. Dat vind ik. De poseersessie zit erop. De kunstenaar schiet wat plaatjes, zodat ze thuis verder kunnen werken aan hun portret. That's the spirit. Matthijs moet nog wel even aan de bak. Een beetje, ja, meer ondeugend. Iets, niet... Kan je het niet vragen? Dat kan ik niet. Ja, kan je, ik ben geen acteur. Niet het foute stout, maar een beetje... Foute stout? Ja, dat is gelijk heel schunnig, maar dat hoeft voor mij niet. Zet hem op, hè? Ja. We zijn 2 weken verder. Ik zoek de kunstenaars in hun ateliers op om te kijken hoe het ervoor staat. Hoi. Hoi, dag eerst. Wauw, kijk. 2 doeken. 2 doeken, ja. Ik ben begonnen met deze. Dit is een doek wat ik tijdens de poseersessie had opgezet. Alleen hij was toen voor mij amper viel, dus heb ik dat geschetst. Heb ik verder weggehaald. Ja. Heb ik wel op dat doek verder gegaan. Maar Matthijs, hij heeft denk ik, als je hem zo aankijkt, wel een symmetrisch gezicht. Maar door zijn mimiek en door zijn lach, als hij lacht, dan gaat deze mondhoek omlaag. Ja. En dan trekt hij zijn wenkbrauw omhoog en dan gaat dit ook verder open. En dan krijg je eigenlijk ook zo'n lijn. Dan is zijn mond een beetje scheef. Dus daar zat ik mee te worstelen. Van, hoe krijg ik hem nou goed erop? Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, ik begin opnieuw. Dus toen ben ik daar opnieuw begonnen. Zonder kleur, maar wel om zijn gezicht zeg maar te goed op te krijgen. En daar ben ik eigenlijk wel tevreden over. En ik ga met alle twee verder. Dus je hebt nog eigenlijk helemaal geen keuze gemaakt? Nee. Nou, dus we gaan het zien. Ja, ik ben vooral benieuwd welke je gaat meenemen straks. Ja, ik ook. Ja. Wanneer weet je, denk je 1 dag voor de onthulling? Denk 's morgens. Dan pas? Weet ik niet, ik zie wel. Goeiedag, komt u verder? Een atelier op wielen? Ja. Hoe is het? Ja, prima. Het gaat lekker. Waar is het voor jou de grote uitdaging? Zijn ogen vind ik spannend. Bij dit oog begint het al een beetje te lijken, maar het is het nog niet. Dat hij best vrouwelijke lippen heeft. Ja, weet je wel. Ja, maar hij is ook een beetje. Het zit ook een soort iets zwoels. Hij heeft ze net iets los van elkaar. Ja. Hoe is het met jouw winnaarsmentaliteit? Nou, ja, ik zie het zelf niet helemaal als winnen. Ja. Maar ik zou het wel fijn vinden als mijn schilderij gekozen wordt. Ja. Wat mij het eigenlijk nog het allermooiste lijkt, als zijn wereldje heel even stilstaat. En dan kom ik heel leuk terug op het programma. Hoi. Hoi, Joost. Hoe is het? Ja, goed. Zo, is het anders dan... Wat ik had, hè? Dan wat je had, inderdaad. Wat me opvalt is, de achtergrond is ook heel kleurrijk en dat geldt nog minder voor het gezicht. Is dat een bewuste keuze of ga je nog verder inkleuren? Ja, nou ja, het blijft grijs, maar hij wordt nog wel wat strakker, dieper qua kleur. Ja. Maar dat is juist ook om verschil aan te geven en daardoor creëer je een soort diepte. Mm-hmm. Als je het ook in kleur zou maken, dan wordt het te veel kleur. Ja. Dat wit wat je nu nog ziet, dat wordt allemaal nog zwart. En dan gaan die ogen pas echt spreken in de mond. Dus het is nog een klein beetje in ontwikkeling. Als je niet voor jouw creatie gaat, zou je dan verdrietig zijn? Heel verdrietig. Nee? Nee, ja, natuurlijk wil ik heel graag dat hij voor mijn doek gaat. Maar uiteindelijk is de smaak kan het niet betwisten. Als iemand iets anders mooier vindt, ja, dan... ja, dan kan ik daar even niks aan doen. Ja. Maar ik heb wel goede hoop. Het is zover. We gaan bijna de eerste onthulling van het seizoen doen. En dat doen we niet op zomaar een plek. Nee, we zijn hier bij het Rijksmuseum. En we gaan ook nog een keer bij de Nachtwacht onthullen. Wat wil je nog meer?
Maar de grote vraag is natuurlijk, welk doek gaat Matthijs kiezen? Goed Matthijs, daar staan we dan, in het Rijksmuseum, bij de nachtwacht. Hoe is dat? Koninklijk. Ik voel me zeer vereerd. Niet alleen de nachtwacht, ook de magere compagnie. Van wie? Geen idee. Frans Hals. Dan heb je dat opgezocht, ik zag je kijken. Ja, maar je wist het op, hè? Nee, jij ook niet, daarom ging je kijken. Maar goed, we zijn hier voor jou. Ja. Drie doeken? Ja. Ja. Wat vind je van dat drie mensen de afgelopen dagen, weken, toch wel heel hard hebben gewerkt om jou te portretteren? Ja, daar heb ik weinig over nagedacht. Waarom niet? Daar word ik bloednerveus van. En als je voelt me ook verlegen en te veel en waarom? Waarom? Ster op het doek, omdat je een ster bent. Ja, waarom? Ik heb A gezegd, dus ik zeg ook B. Ja. Dus ik begrijp alles wel, maar ik kan er wel verlegen zijn. Dan. Tuurlijk. Ja. En waar ga je straks op letten als je een doek gaat... Ik zei al eerder, het moet wel lijken. Ja, dat is toch wel... Ja. Geen geld te lachen. Nou ja, goed. Heb je zo gezien? Het zijn geen kladderaars. Nee, het zijn geen kladderaars. Dat is wel jou afgebeurd. Ja, ja. Absoluut, absoluut. En voor de rest, ja, artisticiteit, smaak, weet niet, sfeer... Dat wel allemaal... Hè? Dat. Gevoel. Gevoel. Ja. Voilà. Zullen we maar overgaan tot onthulling? Doe jij dat? Ja, dat ga ik doen. Oké, en de kunstenaars niet? Nee, de kunstenaars die komen later. Oké. Ik ga eerst de doek onthullen. Oké. Jij gaat kijken. Ja. Maar goed, weet je, blijf staan. Ik loop erheen en zie je vanzelf hoe het gaat. Oké. Het eerste doek, Matthijs. Ja. Wat vind je van het formaat? Goed. Goed formaat? Ja, is vierkant, denk het, hè? Ja. Ja, volgens mij wel. Goed. En hou je van kleurrijke portretten? Ja. De tafel? Doe maar. Ja, ik ga het doen. Ik wil even spanning aan opbouwen. Goed. Ja, picobello. Even de teksten kijken. Holland Sport, wereldwijd door. Ja, dat is fijn. Goed. Ja? Ja. Het tweede doek, Matthijs. Ja. Heus. Je bent nerveuzer dan ik. Wat ben ik? Je bent nerveuzer dan ik. Nee, helemaal niet. Oh, neem niet kwalijk. Waarom baseer je dat? Waarom? Word je ongeduldig? Klopt, hè? Ja. Ja, ja, ja. Dit is iets vrolijker dan dat. Maar waarom moet je voor vrolijk kiezen? Dat weet ik ook niet. Ja. 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 Het derde doek. Ja. Hou je van realistisch? Ja. Kom maar op, man. Pas, wat zo? Ja, je aan het praten, dat hoort erbij. Dat ding om. Zo werkt het programma. Doek? Ja, ik zie het. Oké, ik ga hem onthullen. Klaar? Ja? Ja. Grappig. Het is een soort pasfoto. Een pasfoto? Ja, een soort pasfoto, maar dan iets groter. Grappig. Wat een verschil. Ja, je hebt wel echt wat te kiezen. Er is echt wat te kiezen. Ja. Moet ik dat nu doen? Nee. Oh. Weet je wat we gaan doen? Nee. Ik laat je even alleen hier met deze drie doeken. Ja. Jij mag rustig gaan kijken, zolang als je wilt. En dan kom ik terug op het moment dat jij mij een seintje geeft. Ja. Dus tot zo. Tot zo. Ja. Ja, ja, ja. Oh, dit is wel heel... Heel gedetailleerd. Ja, ik ben natuurlijk bijna 60, dus ja. Dan... Ja. Het gekke is in dit geval dat het formaat en mijn hoofd is in your face op een of andere manier. Terwijl als dit doek me iets groter was, ik heb er weinig verstand van hoor, maar dat is mijn eerste indruk, dan is het iets rustiger. Hier schrik ik van. Ja, dit is gewoon knap. Dit is gaaf. Somberisch, somberisch. Alsof er iets aanstaande is. Een grote donderwolk. Zou kunnen, zou kunnen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is een soort affiche.
Maar dat is ook kunst natuurlijk. Het is toch wel grappig dat al die teksten erbij staan. Hollands Oort, lang geleden. Sweet Memories. Ik kan hier niet zonder lachen naar te zonder te lachen naar kijken eigenlijk. Wat grappig, want ik ben het echt heel erg. En toch schrik ik ervan. Ja. Op één schilderij met Johan Cruijff. Ja, dat is verleidelijk. Dat is verleidelijk. Ik kan niet anders zeggen. Eus! Welk portret gaat Matthijs kiezen? Het kleine doek van Enno dat een komische uitwerking op hem heeft? Het serieuze portret van Mieke? Of gaat hij voor de memory lane die Anne Jolen met haar teksten achter het portret heeft neergezet? Kunstenaars, welkom terug. In deze prachtige zaal. Matthijs heeft gekeken naar jullie doeken. En ik denk ook een keuze gemaakt. Zeker. Maar voor we gaan horen wat jouw keuze is, zou ik het wel leuk vinden als je per doek ging vertellen wat je observeert, wat je ziet. Zullen we beginnen bij het doek van Anne Jolen? Ja. Gaaf. Ik vind het ook leuk dat er allerlei herinneringen, verleden, mijn oude werk, Parool, Leo Blokhuis, Henk en Hugo en Johan Cruijff. Op één doek met Johan Cruijff. Dat is. Maar goed, dat is allemaal eigenlijk periferie en bijzaak. Knap, ja, leuk. Mooi, dankjewel. Een tweede doek. Wat zie je daar gebeuren? Wat vind jij? Ja, dat vind ik ontzettend knap geschilderd. Het is achter de rug. Mijn carrière zit erop. Ik kijk melancholiek terug. Nee, dat zeg ik niet als disqualificatie. Zo zie ik het. En dan denk ik, ja, dat zou. Dan hoop ik dat ik die blik heb. Ik vind het eigenlijk heel mooi, moet ik eerlijk zeggen. En dan natuurlijk het derde doek van Enno. Ja. En jij hebt een klein doek omdat je klein woont. Nou, vanwege de camper, ja. Nee, dat weet ik. Het doek is gek genoeg. Ik zeg iets heel raars, want ik zeg eigenlijk iets aardigs over wat je hebt geschilderd. Maar het doek is net te klein voor het portret. Begrijp wat ik zeg of niet? Nou, dus eigenlijk, nee, maar misschien zeg ik onzin. Eigenlijk had het ietsjes groter moeten zijn, omdat het nu schrik ik er een beetje van. Ja. Terwijl het dus heel goed geschilderd is. Ja. Ja, ik... Je mocht er ook wel van schrikken hoor. Dat had ik gehoopt ook. Het is gelukt. Dat is wel gehoopt. Ja, goed. Ik ben natuurlijk een amateur. Ja, en toch moet deze amateur een keuze gaan maken, want je kan maar één doek meenemen. Toch, Matthijs? Ja. Het is een beetje gek, maar ik wil eerst horen welk doekje sowieso niet meeneemt naar huis. Is dat het idee? Dat is de volgende. Zou ik niet gewoon het doek aanwijzen wat ik wil? Nee, doe maar niet. Doe maar eerst het doek dat je niet meeneemt naar huis. Oh, rotstreker. Sorry. Ja. Ik wist ook dat dit moment zou komen. Waarom vind je het er? Dit wordt hem niet. Oh. Maar dat heeft te maken met het formaat. Dus ik zeg iets wat jou nauwelijks zal boeien en je zal me ook misschien vervloeken. Het is te klein. En het gezicht is te groot. Of omgekeerd. Maar het is knap. Ja. Het is te overweldigend waarschijnlijk voor je. Eigenlijk is dat het woord, ja. Dus het is eigenlijk een reusachtig compliment. Het is te overweldigend. Ik kan het niet aan. Ik kan het niet aan. Ja, dan allemans vriend, hè, met je reusachtig compliment. Dat is de eerste die afvalt. Klopt. Oké, dat is raffinement. Misschien weer klinkt het gek, maar nu wil ik wederom horen welk doekje je niet gaat meenemen. Ja. Dit vind ik heel moeilijk. Dit vind ik heel moeilijk. Welk doek neem je dan niet mee? Ja, dat begrijp ik. Ik hoor je. Ik kies voor de jeugd. Waarschijnlijk is dit mijn state of mind nu. En dan heb ik die illusie dat ik nog iets jonger ben. Dus dan kies ik voor dit doek. Van Anne Jolen? Ja. Gefeliciteerd, Anne Jolen. Ja. Je mag hier naartoe als je de handjes schudden. Gefeliciteerd. Oh, dat is ja. Okay. Ja, dan mag je. Dankjewel. Ja, jij ook.
Matthijs heeft gekozen voor het doek van Anne Jolen, maar de twee andere schilderijen verdienen natuurlijk ook een plek ergens in Nederland. U kunt bieden op deze doeken. De opbrengst gaat naar een goed doel. Wilt u weten hoe dat werkt? Ga dan naar onze website en daar vindt u meer informatie. Tot volgende week.